Dit is een berichtje voor Huig Plug. Ik wil even reageren op een reactie van Flavio Pasquino van Blackbox. Huig, je hebt onlangs een video opgenomen op YouTube waar je van allerlei dingen hebt beweerd die maar half kloppen. Flavio voelt zich geframed namens Blackbox. Maar op de website van Blackbox noemt hij mij een geradicaliseerd individu. Inderdaad, ik heb jou een geradicaliseerd individu genoemd. Als je een foto post met twee lijkzakken en zegt de persconferentie gaat niet door, vind ik dat redelijk radicaal. Wij proberen bij Blackbox met enige strategie en tact de mensen te bereiken en wakker te maken over wat er allemaal gebeurt in de wereld. En hij vindt het vreemd dat hij zeg maar met mij geassocieerd wordt. Flavio, ben jij vergeten dat Lester Rietveld mij op 5 maart 2021 op het Binnenhof heeft benaderd? Lester had jou benaderd, klopt ook. Maar jij was toen in de veronderstelling dat ik jou meteen hier zou interviewen. En dat was een misverstand. Maar toen wij daar arriveerden, ik denk het wordt een interviewtje van misschien 3 kwartier of een uur. Toen zei hij na een paar minuten, zei Flavio, het interview gaat niet door. Maar jij kwam hier in de veronderstelling dat ik jou zou gaan interviewen. Maar wat jij niet wist, is dat ik altijd bij iedere gast intensief voorbespreek. Omdat wij namelijk video's en plaatjes op de beeldschermen vertonen. En bewijs. Dan krijg je daar te horen van het gaat niet door. Dat had ik al eerder meegemaakt met de redactie van Op 1. En ook met de Nieuws BV, een radioprogramma van de bekende omroepen. Maar nou ging zelfs een alternatieve zender mij cancelen, terwijl ik aan de tafel zat. En die voorbereiding is bij ons dus standaard. Dus het is onzin om te beweren dat het raar was dat wij jou niet toen geïnterviewd hebben. Dat doen we nooit. We gaan nooit iemand zo klakloos interviewen. Ik niet in ieder geval. Dus het gesprek was voor mij ter oriëntatie om te kijken of ik wat met jouw verhaal kon doen. Ik vond dat heel apart. Ik dacht van, wat is dit eigenlijk? En Pieter zat erbij. Die bekeken elkaar aan van, hallo, wat is hier aan de hand? Maar toen het interview niet doorging, toen hebben we ongeveer nog 2,5 à 3 uur aan tafel gezeten met z'n vijven in Edam, in dat kleine studiootje. Weet je nog, Flavio? Ja, en toen hebben wij allerlei dingen aangekaart en jij kende mijn status. En ik ben echt een erkende klokkenluider. Je kende ook mijn contact met Esther Ouwehand. Je wist dat mijn ex toen onder vuur lag vanwege het dossier turnmisbruik. Allerlei interessante topics, toch? Het was ook niet zo dat ik jou niet kende. Ik had heel wat van jouw video's gezien. Alleen ik begreep niet zo goed wat je daar nou precies allemaal riep. Want ik zag allemaal filmpjes, namen. Maar ik begreep niet wat je clue was. En dat wilde ik hier uitvinden. En we hebben inderdaad 2,5 tot 3 uur hier samen gepraat. En ik kon er geen touw aan vastknopen, Huig. Dat is hoe het zit. Maar wat het meest aparte was, waar hij door de mand viel, Flavio. Je weet, Flavio! En die ging opeens in de deuropening staan. En toen ging die vissen, catching information bij mij. Hij zegt, maar heb je nog iets meer? Wat is nou het echte verhaal wat je wil gaan vertellen? En toen dacht ik van, Flavio, wie ben jij eigenlijk? Want ik voelde dat je iets uit me probeerde te trekken, wat ik inderdaad nog in mijn bezit heb, maar wat ik nog niet ga vertellen. Inderdaad, bij de deuropening riep ik nog tegen je van, ja, is er niet iets waar we toch wat mee kunnen? Want ik vond het zonde. Want ik had het idee dat je iets kwijt wilde wat je niet durfde te zeggen. En ik vind het jammer dat je mij dan verdacht maakt alsof ik als een soort van controlled opposition figuur iets uit jou probeer te lokken. Het is mijn vak om de waarheid boven te krijgen. En ik probeerde bij jou gewoon te filteren, kunnen we dit naar voren brengen? En daar heb ik wel bewijs voor nodig. Je kan niet zomaar mensen beschuldigen zonder dat je materiaal hebt.